De STVS besteedt morgen extra aandacht aan de vaders. Aanstaande zondag 19 juni staat in het teken van Vaderdag. Morgen, zaterdag 18 juni, wordt er een speciaal programma hier aan gewijd. Het onderwerp is het man zijn van een vader. Valt het te onderschatten? De presentatie ligt in handen van Raoul Abisoyna, directeur van de STVS. De uitzending start om half negen in de avond. De gasten zijn Patricia Etnel, Clifton Brahm, Harry Mungra en Anunya Litani. Het ontstaan van Vaderdag is meer dan een eeuw oud en heeft net als Moederdag verband met de Amerikaanse burgeroorlog. Het is begonnen in 1909. De eerste echte Vaderdag vond plaats op 19 juni 1920 in de stad Spokane in de staat Washington.